Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft enkele functionarissen ontheven uit hun functie. Het gaat hier om de onderdirecteuren van Financieel Beheer en Personele Zaken. Deze functies die respectievelijk door Orfeu Marengo en Ryan Vient werden vervuld, worden nu ingenomen door respectievelijk Reinel Oort en Natasha Blankendaal. In ons actualiteitenprogramma Questions and Answers gisteravond gaf de bewindsvrouw aan dat ze sinds haar aantreden een vernieuwingsbeleid voert. De werkdruk is daardoor veel hoger geworden. Transparantie speelt een voorname rol, zegt Levens. We hebben dus een jaar samengewerkt, alle mensen. Dus toen ik op het ministerie kwam, heb ik gezegd, ik stuur niemand naar huis. Ik ga werken met iedereen. Maar je hebt een enorm zware druk waar mensen niet gewend aan zijn. Eén is transparantie, druk op de transparantie. Je moet elke cent die je uitgeeft, moet je verantwoorden. Alle, cijfers van het ministerie moeten toegankelijk zijn. Mensen mogen niet te lang wachten als ze zijn afgestudeerd. Duurt het soms 5 jaar voordat ze hun verhoging krijgen. Dus je hebt MOA, dan krijg je MOB en dan moet je 3, 4 jaar wachten. Wanneer die TWK komt, gaat de helft naar de belastingen. Dus dat zijn moeilijke dingen. En die moeten we gaan opruimen. En die druk is zwaar. En dat betekent gewoon dat je in staat moet zijn om al die dingen achter elkaar te kunnen ontwikkelen. Dat is ook een stukje van die vernieuwing op het ministerie. En niet iedereen kan daar echt in mee. Ja. Dus hebben we gezegd, oké, laten we even kijken of een paar anderen dat sneller kunnen. Levens geeft aan dat deze besluiten niet komen vanuit de politiek. Anders had ze deze functionarissen vanaf het begin bedankt. Ook NPS'ers zijn opgeschoven. Deze zijn gewoon OD's. Dus, maar wie niet mee kan, snap je, die vragen we wel. Want kijk, ik ben servicegericht. Hè. Ik ben heel sterk servicegericht. Ik vind dat mensen niet te lang mogen wachten op dingen waar ze recht op hebben. Vind Als je hebt ook. Gestudeerd en je hebt je MOB gehaald, dan moet je binnen 4, 5 maanden al op de rol zijn. Dus. Goed. Tot zover minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Ook Juro Di Potaruno, die fungeerde als de waarnemend directeur Algemeen Vormend Onderwijs, stapt op. Hij heeft aangegeven dat hij zich strikt om persoonlijke en confidentiële redenen op 1 augustus zal terugtrekken.